PSV aan het seizoen begonnen met 4 punten uit de eerste 2 wedstrijden. En hier gaat de bal erin. Joelle Smits scoort. En in de 9e minuut staat PSV op voorsprong. Smits, die ook al scoorde in die overwinning tegen Telstar. De openingstreffer al vroeg. Binnen 10 minuten is het 1-0. Heerlijke omstandigheden op de hertgang. Bijna zomers te noemen. En hier een hele curieuze goal. Het is 2-0. Het wordt een eigen doelpunt. Van Carlijn Woons. Die even getroost mag worden. Want dit is tamelijk ongelukkig. 2-0 voor PSV AZ. Dat ook 4 punten heeft na de eerste 2 wedstrijden. Het won bij Heerenveen. Het speelde gelijk. Tegen Excelsior 1-1. Dit is een van de spaarzame mogelijkheden voor AZ in de eerste helft. PSV is veel en veel sterker. Dit is eigenlijk een mislukte voorzet. Maar via de onderkant van de lat valt hij goed. En dan wordt hij uiteindelijk ook binnengewerkt. Weer is het een treffer van Joelle Smits. Daar zit het PSV niet tegen. De keeper van AZ verkijkt zich totaal. En dan kan de schade niet meer worden gerepareerd. Tweede treffer voor Joelle Smits en PSV zit op rozen. En het wordt nog mooier. 10 minuten voor rust is hier de 4-0 in de maak. Weer een doelpunt voor Joelle Smits. Een loepzuivere hat-trick voor haar. PSV maakt gehakt van AZ. Helemaal vrij, maar wel uitstekend afgemaakt. 4-0. En daarmee is het nog altijd niet gedaan in de eerste helft. Nu is het niet Smits die scoort. Maar Nina Nijstad. 5-0, ook zij scoorde al in de wedstrijd tegen Telstar, die PSV ook met 5-0 won. Nu is 5-0 de ruststand op de hertgang in Eindhoven. In de tweede helft een hele aardige poging en een schitterende goal van Romaisa Bukakar. Zij doet iets terug voor AZ in de tweede helft, die verder erg teleurstellend is. Maar dat is deze goal natuurlijk niet. 5-1 uiteindelijk voor PSV.